Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda CDI Link Faces of Evil. In de vorige aflevering hebben we dus een shield upgrade gehad, hebben we een paar levels gehad. Kunnen we al zelfs naar Cannon Slayer, maar dat lijkt me nog niet verstandig aangezien dat we daar nog niet goed geëquipt voor zijn. En in deze aflevering zouden we naar Lupe of Gladko gaan, maar ik ga eerst eventjes naar Corona om eventjes te zorgen dat ik genoeg bommen heb en lanterns. Vinden jullie vast en zeker niet erg. Nou, aangezien dat, hoe lang gaat dit spel nog door? Ik denk dat dit weekend al de final gaat worden, dus even flink veel bommen even inslaan. Zo, even een paar ropes, die ik toch niet gebruik, en een paar lanterns, die ik waarschijnlijk wel zou gaan gebruiken. Oké, best veel stuff gekocht. En ik heb nog steeds 184 rubies over. En ik heb 28 bommen. 27. Oké, ja. Ik denk dat ik wel goed zit. Ik denk dat ik niet meer nodig heb. Oké, nou. Laten we dan maar eens gaan kijken bij... Laten we eerst naar Lupe gaan. Waarom ook niet? Lupe. In de P van de Lu. Hoi. Consider Lupe the most dangerous of Ganon's minions. With this ruby, I replace your soul. You will obey. Ow! Ow! Creepy! Wie had gedacht dat er in ruby zoveel kracht zat? Dus eigenlijk zou ik mijn eigen leger kunnen maken van 186 man. Maar nee, dat doen wij niet, want dat is slecht, blijkbaar of zo, weet ik veel. Goed, voordat je dus zeg maar hier naartoe kan gaan, heb je dus wel het, ja, de extra upgrade nodig voor het shield. Dus en... Jezus! Laat me leven. Oké. Neem aan dat dit een cave is waar we in moeten. En dan. Hoi. Nou, die beesten die zien er vrolijk uit. Vrolijk en chagrijnig tegelijkertijd. Weet je wat, ik skip jullie gewoon. Jammer, hè? Oké, darkness. In de darkness lies the truth. Gelukkig heb ik extra olie gehaald. Lamp oil. Rope. Bombs. You want it? It's yours, my friend. As long as you have enough rubies. Oké, nou. Hierin. Ik heb nog maar één hartje, maar dat maakt mij niet uit. Oké, we hebben hier slijmbeesten. En vleermuizen. Zwaar irritant. Alleen ligt het aan mij of lijken sommige patronen van... Levels waar je dus zeg maar echt omhoog mee moet gaan. Lijken die een beetje op hetzelfde? Ik weet niet, maar... Ik heb het gevoel alsof dat ik constant eigenlijk hetzelfde level aan het spelen ben, maar dan met een andere achtergrond of zo. Zo voelt het een beetje. Oké, nou. Sterf. Ik weet dat ik jou... Oké, eerst eventjes zorgen voor licht. Licht. Ik ga gewoon een bom gebruiken. Boom. Haha. Ja, dat beest dan moest je verslaan voor een sleutel. Dat wist ik gelukkig nog dus. Oké, spring weer naar boven toe. Die sleutel... Ja, heel veel sleutels die pak ik zeg maar. En dan zeg ik niet welke deuren dat zijn. De sleutels die je 9 van 10 keer oppakt zijn eigenlijk voor de deuren zeg maar die in dezelfde kamer zich bevinden. En tot je daar dus... Now you see me. Now you don't. Heeft iedereen een retarded tweelingbroer of zo? Wat is dit? Ik dacht dat we de Legend of Zelda... Deze baas hebben we ook al gehad. Oké, nou laten we voor de zekerheid weer de canton pakken. Want blijkbaar zit hier dus weer zo'n little piggy. Oké, nou. Oh, da. Waarom heb ik zoveel problemen met jou? Ah! Ah! Lucky shot. Dat zei je broer ook al. Golly. Oké, nou, hebben hier dus even licht nodig. En dit keer drop jij dus, in plaats van een key, drop jij dus rubies. Wat heel erg fijn is. Oké. Nou, hebben we eventjes we konden hem daar weer hervullen. Dus daarvoor gebruikte ik hem gewoon zonder enig probleem. Oké, dus laten we hier maar omhoog gaan. Eventjes ons leven weer vullen. En in de rug steken voor je, stout. Stout erbij. Stout Maya. Erbij. I spy with my eyes someone who must die. Creepy! Gezondheid. Succes daarmee. Oké, dus wat we hier moeten doen is... We moeten dus die stralen die hij afvuurt... Die moeten we gewoon terugsturen en... Dat is praktisch alles.
I will not die! Oh! You just died! Now go and kill! En we hebben de Crystal of Vision. Oké, de Crystal of Vision is op zich best wel een interessant item. Daar is niks mis mee. En waarom zie ik mijn klokje niet meer? Omdat ik niks op start. Maakt niet uit. Goed, dus nou moeten we dus of naar Hermit Flat of naar Glutko. Nou, aangezien dat deze net geopend is, laten we maar naar Hermit Flat gaan. Aangezien dat dit het hardste level is van het spel. Lijkt me wel leuk. Oké, dit level is op steroids. Ik weet het niet. Dit level hebben ze zo gemaakt. Normaal gesproken, die beesten, die speren gooien, die doen normaal gesproken een half hart schade. Hier doen ze 2 hartjes schade, zoals je ziet. En dit ga ik zo niet redden. Dus ze zitten echt op steroids. Die vijanden die doen gewoon dus 4 keer zoveel schade als dat ze normaal deden. Dus dit is echt een van de hardste levels in het hele spel. Nou kun je je natuurlijk afvragen van, goh, is het dan niet makkelijker om hier dan terug te komen als je meer hartcontainers hebt? The Legend of Zelda, CDI, heeft maar 6 hartjes. Niet meer. Nee, gewoon 6. Dus eigenlijk het totale aantal waar je mee begint in Skyward Sword is hier het max aantal hartjes die je krijgt. Hoera. Oké, nou laten we hier naar beneden gaan. Maar goed, die spierbundels die zijn dus niet zeg maar je gevaarlijkste vijanden. Er zitten hier beesten die kunnen 3 hartjes schade doen. Dus 2 klappen en je bent er geweest. En ik ga dus heel voorzichtig hier lopen, want ik weet dat er hier zo eentje zit. Heel voorzichtig. Oh, die vliegbeesten die doen net zoveel schade als altijd. Dus oké, nou kom maar. Kijk, kom maar. Daar hebben we hem hoor. Zo'n steen doet 3 hartjes schade. Belachelijk. Oké, nou, weet ik dat er hier nog een? Zit er hier nog een? Huh? Huh? Oké, 1, 2, ha! Oké. Deze sprong wil je de Winged Helmet gebruiken als ik niet vergis. Ja, ik ben heel geconcentreerd bezig nu hoor. Dan nog een keer. En dan gelijk omdraaien. Oef! 3 hartjes schade. Oké, nou. Ik heb hem. Mooi. En dan zijn ze nog zo lief om me dan ook nog eens extra vijanden bij te kunnen gooien. Oh, dit is zo gemeen. Hé, hey, ben ik heilig? At last, you have the vision to find my house. Now you will see the sand croomies that prevent your approach to Ganon. Go with many blessings. Oké. Okay. Hoe vaak zijn we die mafketel tegengekomen? Maar nu dat ik de Crystal of Vision heb gevonden, kan ik zijn huis zien en geeft hij dus een extra lantaarn, waardoor dat we vijanden kunnen zien in Ganon's Lair, die hij eigenlijk al constant bij zich had en al die keren dat hij met die bullshit bezig was van hey, je moet kijk hoe dat hij zo slecht erin maakt, komt hij dus nu aan met kijk eens, je hebt iets gevonden, alsjeblieft, ik geef het hier aan je, voor u! Klote spel! Oké, wij gaan naar Glutko. Ik begin dit spel steeds meer te haten. Oké, nou in Glutko is dus zeg maar het belangrijkste item te vinden wat we dus nodig hebben om het spel te kunnen uitspelen en een stop te kunnen brengen aan deze ellende. Wat ik heel erg op prijs zou stellen. Oké, gaan we in. Okay. The dongos! I can't wait to bomb some! Boom! Oké, als ik me niet vergis heeft hij een sleutel. Ja! Oké, weer die stenen. Altijd weer die stenen die naar beneden moeten vallen en je dan proberen te raken. Echt van die cheap hits, non-stop, daar word je gewoon niet vrolijk van. Hoppakee, 3-1. Oké, is dit een deur? Nee, ik neem aan dat dit keer het geen deur is. Bij andere levels was het wel een deur en hier is het waarschijnlijk geen deur. En dan hebben we hier een deur. Oké, magnet, magnet. Hoi? Where are you heading, partner? I'm going to fight Glutko. Don't fight him, feed him! Something spicy. Know what I mean? Afstand van de camera, dat bedoel ik. Jeez. Oké, nou in ieder geval geven ze hier wel een hint wat je dus zeg maar aan die beesten, of ja, aan de baas van deze ronde moet geven. Alleen hij zegt iets pittigs, dus dan denk je aan vuurstenen. Fout, je wil hem geen vuurstenen geven. Kom je ook wel op een harde manier achter hoor.
Okay, maar goed. Dan krijgen we dadelijk dus een van de meest creepy scènes die dit spel te bieden heeft. Dus waarschuw jullie alvast. Als het goed is komen we hier onze vuile smeerlap tegen die ons al de hele tijd iets kon geven wat hij niet heeft gedaan. Dus echt heel gemeen. Ik wil hier de winged helmet hebben. En, oh, daar is hij toevallig. Oké, let op deze scène, die kan als schokkend worden beschouwd. Through the eye of Glutko lies the shrine of Korridai. Arm ye, I'm simply famished. No! It tastes like a gyra. Perhaps just one more? Sterf. Dat was onze baas. Ja. Die gewoon dus zeg maar net iemand heeft opgevroten. Nou, leuk. Oké, nou. Creepy. Dat had voor mij niet gehoeven. Goed, nou, laten we maar hier snel doorheen gaan. En als het goed is, komen we weer... Oh, goody. Mashed link for the main course. Komen we dus onze baas al gelijk tegen. Nou, het nadeel is, die loopt dus zeg maar daar rondjes. En wat je wilt doen, is je wilt dus een bom gooien recht tegen zijn hoofd aan. En dat is alles. Bye bye. Oké, nou, we krijgen daar dus 10 rubies van. Hartstikke handig en leuk om te weten. Nou, wat we hier moeten doen is, we hebben hier weer de power glove even nodig om deze steen hier weg te gaan halen. Boom! Haha, ik heb de bed ook meegenomen en hij nam me, helaas. Ik denk dat ik daar ook schade ben. Ik zag het niet goed, maar dat maakt niet uit. Joepie, nog meer klimmen, alsof we dat nog niet genoeg gezien hebben hier. Oké, nou. Omhoog. Ze waren echt een gigafan hier van klimlevels volgens mij. Want echt het enige wat ik tot nu toe in deze spellen heb gezien is... af en toe een beetje sidescrolling. Gratis Water of Life. Dus ik ben er heel eventjes onsterfelijk hier. Omdat ik constant mijn hersenen kan vullen. Mijn hartjes kan blijven vullen. Zoveel als ik wil. En dat weten waarschijnlijk de ontwerpers van dit spel ook wel. Want damn geven ze veel schade. Of veel beesten eigenlijk. Oké, dus dat kleine stukje daar, daar kan ik op springen. Dan hebben we hier de zijtrap, die eigenlijk een beetje driedimensionaal is, maar voor een of andere manier hebben ze dat hier ingeplaatst. Oké, dan moeten we dus hier naartoe. Veel klimmen, echt meer klimmen dan sidescrolling. En... hi, tweelingbroer van die andere mafkees. Hier, heb een bom. Dag. En dan vinden we hier dus... de Book of Korda. Oh ja, de Book of Korda. Helemaal vergeten. Die heb ik hier nog staan. Die moesten we... hier naartoe brengen. Oké, nou, fast forward weer. Waarom ook niet? Voilà. Makkelijker kan niet. Oké, nou, we hebben de Book of Korda. Wat wil je ermee doen? Listen, such is the power of the Prince of Darkness that he can kill with a single look. Attacks against Ganon will prove fruitless unless Link attacks with the sacred book. Oh, okay. Prima, je hoeft er niet zo met je vingers te wapperen, maar... okay, dus we moeten hem aanvallen met een boek. Dat is praktisch wat je hebt gezegd. Okay, nou dan wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering. Heb je in een andere videogame een hele enge cutscene waar je denkt bij je eigen van, nou dat had niet gehoeven? Laat het weten in de reacties en laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie morgen te zien in de finale van Let's Play, de ergste Zelda game ooit. Zoveel mensen dat eigenlijk zeggen. Ik vind Spirit Tracks nog steeds erger dan deze, maar goed. Dank jullie wel voor het kijken, ik hoop jullie morgen te zien bij de final van Let's Play, The Legend of Zelda. Faces of Evil. En ja, tot dan. Dus bedankt voor het kijken en tot dan. Doei! Listen, such is the power of the Prince of Darkness that he can kill with a single look. Attacks against Ganon will prove fruitless unless Link attacks with the sacred book.